Voor dit werk heb ik me laten inspireren door Daubigny, een van de vaderen van het Franse impressionisme. Daubigny had jarenlang zijn studio op de rivier, op de Seine of de Oase. En schilderde dus ook veel riviergezichten. En vaak was dat laat in de dag, als de zon onderging, als het schemerig werd. En die impressies heb ik ook geprobeerd vast te leggen, de laatste warme stralen van de zon. En de stilte van de schemer. En ik heb dit werk gedoopt Hommage à D'Aubigny. En als jij dit eerbetoon aan D'Aubigny in huis wil halen, laat het me even weten. Stuur een mail naar onderstaande website.